zijn komen protesteren. En ik ben zelf heel actief voor Occupy Ede. Vandaag is het 1 mei. Dat is een dag die van de geschiedenis al voor protesten gebruikt werd tegen de onderdrukking van arbeiders. Nou, als er nu een moment is waarop arbeiders onderdrukt worden, dan is het nu wel. En ik vind het dus heel erg belangrijk om dat 1 mei protest weer leven in te blazen. Vanmiddag zijn we bij Rondje Binnenhof geweest in Den Haag. Daar hebben we geprotesteerd tegen het beleid. En ik ben blij dat ik hier nu ook bij kan zijn. Ik denk dat het kapitalisme ontzettend veel kapot maakt. Niet alleen maar letterlijk kapot maakt door bezuinigingen, maar hier in ons hoofd ook ontzettend veel kapot maakt. En wat ik hoop is dat mensen zich ervan bewust worden dat het kapitalisme zoveel stuk maakt. En dat is de reden waarom ik ook hier vanavond ben. Mayday in twee betekenissen. Het is de 1e mei. Het is een belangrijk protest voor mensen die arbeiden. En daarnaast is het ook nog eens een keertje zo dat het nu echt het moment is om in te grijpen. Het is Mayday. Het is alarmtijd. Want het gaat mis. Ik wil graag dat mensen zich steeds meer ervan bewust worden dat het misgaat. Dat ze zelf op moeten staan. Net zoals dat wij dat hier allemaal doen. En dat ze zelf in beweging moeten komen. En dat kan op grote manieren, op kleine manieren, maar kom in beweging. Moeten we leren? Kijk, tot nu toe staat iedereen inderdaad, wat jullie ook zeiden, voor zijn eigen parochie te preken. De schoonmakers protesteren samen met de schoonmakers. De leraren samen met de leraren. Occupiers samen met occupiers. En wat we moeten zien, is dat we allemaal hetzelfde willen. En dat we ze allemaal als één stem klinken. En dat de schoonmakers, de leerkrachten komen helpen, de occupiers, de politieagenten, iedereen. Houd dat bereiken? Houd die steeds in. Terugkomen, steeds vertellen, uitleggen, colleges geven, flyers uitdelen, al die dingen meer. Mm-hmm. En zelf zorgen voor alternatieven. Wij willen in Ede willen we een lokale munt opzetten. Dat is een manier die je kan bereiken waarbij je niet afhankelijk bent van de regering en de overheid. Het is gewoon heel concreet iets wat je zelf kan doen. Doe het dan. Een alternatief, dat is lokale munten. De nadruk op zelfvoorziening, dus dat je zelf zorgt voor je eigen spullen, je eigen eten. Alles wat je nodig hebt. Het is samenwerken met andere organisaties. Die rente die moet eruit. Als je iets moet hebben is dat de wereld rentevrij moet gaan bankieren. Natuurlijk kan je als instantie wel geld lenen, maar doe het rentevrij. Dat is het allerbelangrijkste. Die private banken die moeten niet meer aan de macht zijn. Alles is nu in handen van de private centrale banken. Dat moet afgelopen zijn. We moeten weer gewoon normale banken krijgen waar mensen normale werk doen. Vind je het erg als ik aansluit? Ja? Wat anders is handig om te mensen te doen? In beweging komen, lezen, zorg dat je geïnformeerd bent over de dingen. Echt. Want iedereen zit in zijn dagelijkse blabla vast. En dus neem al die mensen die er aan de overkant staan, die weten waarschijnlijk niet dat centrale banken private organisaties zijn. Die weten niks van de Fed. Die weten helemaal niks van alles wat er allemaal buiten ons zicht om gebeurt. Dus zorg voor informatie. Informeer anderen, informeer ze. Kom in beweging. Wat ik de afgelopen maanden heb gezien is precies hetzelfde als wat jullie hebben gezien. Ik heb massa's mensen zien protesteren. Werklozen, krakers, politieagenten heb ik actie zien voeren. Ik heb 50.000 leraren bij elkaar gezien om tegen de bezuinigingen te protesteren. En nog diezelfde dag werden die de bezuinigingen er gewoon doorheen gejast. Kennelijk is de tijd dat een protest serieus genomen werd en als alarmsignaal werd beschouwd voorbij. En daarom roep ik op tot nog meer actie. Niet alleen maar nu vandaag op 1 mei, maar ook 12 mei op de dag van de vereniging. The day the people will unite worldwide. Sluit je aan en laat je als één stem horen. En omdat dan kennelijk alle protesten niet meer serieus genomen worden, roep ik op tot het volgende. Burgerlijke ongehoorzaamheid. De tijd is nu gekomen. Iedere keer weer ongehoorzaam in alles wat je doet. In de grote dingen en in de kleine dingen. Hoe klein ze in jouw ogen of in andermans ogen mogen zijn, ongehoorzaam.
En wat betreft de volgende verkiezingen, kabinet is gevallen, hoera.